Toon Walravers, 52 jaar, vader van 2 kinderen, dochter van 27 en een zoon van 17. Hoe kom je nou eigenlijk in de forensische psychiatrie terecht? Ik ben er zelf terecht gekomen als cliënt. Ik ga even terug de tijd in. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, ook ik. Niemand heeft mij een groen licht gegeven om de dingen te gaan doen die ik gedaan heb. Ik geef jullie ook een inkijk in mijn intiem leven, van mijn familie. En daarna ga ik over op mijn droom. Ik heb namelijk een droom. En ik mocht vandaag vertellen wat ik wilde. En die droom wil ik ook laten zien. Ik heb 35 sheets, maar de meeste rammel ik er zo doorheen. Dit ben ik. Het is niet mijn moeder, het is mijn tante. En ik had dat plaatje gepakt en ik keek de wereld al in. En ik had al een beetje een angstige blik in mijn ogen, volgens mij. Dus de wereld is van mij. De middelste ben ik. Even mijn zusjes voorstellen. Ik ga de namen niet noemen. We hebben 4 kinderen. Ik ben de derde van de 4. De andere zit aan de onder. Die was toen nog niet geboren. En deze 3 zijn helaas erg ongelukkig terechtgekomen. Ik kan niks over de andere 2 zeggen. Ben ik er nog het beste, denk ik, vanaf gekomen. Dan kun je straks een beeld bij vormen als ik mijn verhaal verteld heb. Ik denk dat ik brandweerman word. Ieder kind heeft een droom. Of voetballer. Van de buitenkant lijkt het allemaal heel erg prettig en mooi. Maar er gebeurden bij mij in het gezin dingen die eigenlijk niet zo goed gingen. Mijn vader dronk veel, werkte in de mijn. Het was geen onintelligente man, maar het was wel een primitieve man. Vrij agressief als je gedronken had. En mijn moeder was eigenlijk niet tegen hem opgewassen, maar ook niet in staat om kinderen op te voeden. Ik zeg ook wel eens, wellicht was het beter geweest. Ik weet niet waarom deze 2 mensen kinderen gekregen hebben, maar het is geweest en het is gebeurd. En dankzij hun ben ik hier. En daar ben ik ook blij om. Hier ben ik weer een stukje ouder. En in die tussentijd is er al zoveel gebeurd. Ik zat op de lagere school, 5e klas. En er was zoveel ellende thuis geweest. Dat ik de juffrouw probeerde mij te corrigeren en ik ging haar met een stoel te lijf. Ik flipte helemaal. Ik verloor de controle. Resultaat, van school af. Toen kwam er toch wel het een en ander op gang bij de hulpverlening. En de kinderbescherming kwam op de hoek kijken. En ik werd uit huis geplaatst. Dat is mijn vader. En dit is de directeur. Maar die zei, ja, zou je eigenlijk niet meer voor kunnen stellen. Misschien redden ze een ander. Hij zat gewoon te roken. Ik ben daar een jaar of 11, 12. Ik weet niet meer precies. Bijzondere jeugdinternaat in Vreekwijk. Ik had toen al de nodige problematiek ontwikkeld. Ik zelf weet er helemaal niks meer van, want ik vond dat ik helemaal geen problemen had. Ik zat daar, ik vond het niet prettig, moet ik er ook bij zeggen. Nu kijk ik er heel anders op terug. Ik ben nu wat ouder, ik wou bijna zeggen wijzer, maar dat is een heel groot woord. Ik ben ouder. Op het moment dat je daar zit, waar je ook vandaan komt, hoe onveilig de situatie ook is thuis, ze halen je uit je eigen omgeving. En dat is toch je vertrouwde omgeving, ook al is je onveilig. Als ik nu terugkijk, ik ben er pas gelegen geweest. Toen ik er zat, de 3 R's. Rust, regelmatig reinheid, midden in het Peelse land. Niks mis mee, ik sta hier nog steeds. Wat ik me eigenlijk nog van herinner, is juffrouw Beb. En juffrouw Beb was een woonbegeleidster en die zat langs mijn bedje en die vertelde een verhaaltje met een boekje en dit. En die had eigenlijk de rol van mijn moeder. Misschien heb ik wel een roze beeld ontwikkeld, want ik heb nog wel eens gedacht, zal ik juffrouw Beb gaan zoeken, maar ik ga het niet doen. Veronderstel dat het helemaal niet zo is als ik denk. Want ik had ook een meneer, piep, ik zal hem niet noemen. Die het tegenovergestelde was. Ik hong een keer op een kastdeur en hij vond het niet prettig. Hij pakte mij bij mijn voeten en trok mij zo af. De vellen hongen aan mijn lijf. Ik heb daar een jaar gezeten. Toen ben ik teruggeplaatst naar die thuissituatie. Het was nog steeds dezelfde situatie. Wij hadden een café thuis. Een café, een donkerbruin café, kwam ook wel de onderwereld van Eindhoven. Ik heb gezien dat mensen in vechtpartijen elkaars oren afbeten. Als kleine jongen sta je erbij. Dus geweld werd een gewone... Ja, de indrukken die ik opdeed werden gewoon, vanzelfsprekend. In die tussentijd, ik in die café, ben ik op een gegeven ogenblik, ik was meer op straat te vinden dan thuis. Ik sloot mezelf aan bij een groep jongens, waarvan ze zeiden dat zijn verkeerde vrienden. Ik was zelf ook een verkeerde vriend, want zeiden de ouders ook van mij. En dat was ook zo. Op dat moment ging bij mij eigenlijk de knop om naar de hand. En ik vond mensen niet meer leuk, ik vond ze niet aardig, ik vond er helemaal niks meer aan. Op dat moment gaf ik mezelf groen licht om de dingen te gaan doen die ik later gedaan heb. Ik stond nergens meer bij stil. Ik had een heel egocentrisch leven opgebouwd. In de hulpverlening noemen ze het een onveilige hechting.
ik kon goed contacten maken, relaties aangaan. Ik had ook best veel haren, want dat ben ik namelijk. Die ben ik de loop der jaren kwijtgeraakt in de klinieken. Nee, is een grapje. Is gewoon van ouderdom. Nou ja, goed. Ik ging met diezelfde groep mensen, die jongens, ging ik overvallen doen. Andere criminele dingen. Ik zat meer op het politiebureau als ik thuis was. Resulteerde dat ik in jeugdgevangenis terecht kwam. De Heijakker, hij bestaat nu nog. PTK, misschien voor de mensen die wat langer in de zorg werken, in de justitiële zorg. Was vroeger een penitentiair sporttrainingskamp voor jeugd. Strakke structuur. Ik ben altijd wel met structuur opgegroeid. In die instellingen was het echt... Het bestaat nu niet meer. Er zit nu de long stay. Zit daar nu, in Zeeland. Ik kwam er wel heel snel achter. Ik ben geen onintelligente jongen. Dan durf ik nogal wat te zeggen van jezelf. Hè? Maar het is wel zo. En wat ik zag in de criminaliteit, zag ik dat er een asociale ladder zit. Een sociale ladder, een asociale ladder. En ik begon langzaam te klimmen. Ik ben later leiding gaan geven aan een criminele organisatie. Ik ben daar niet trots op. Maar op het moment dat het zo was, voelde ik mijn eigen iemand. Ik had status, ik voelde mijn eigen de moeite waard. Mensen keken tegen me op. Ik was iemand. Alles speelde zich af in het nachtleven. En in de kroeg. Met alcohol. Daar was ik al verslaafd. Aan de softdrugs en harddrugs, cocaïne. Ik dronk veel. Ik ben eigenlijk met drinken op mijn 12e begonnen. Ik ben in mijn leven een paar keer psychotisch geworden. Maar ik heb niet die chroniciteit. Als ik drugs gebruik, dan word ik getriggerd. En vooral als ik veel gebruik, dan verlies ik ook het overzicht. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Het was echt angstaanjagend. Ik zag mensen ergens zitten zonder gezicht, tussen een groep mensen. Het was mijn beleving, het was levensecht. Op dat moment hoorde het erbij. En ik dacht gewoon dat het een werkelijkheid was. Ik heb het ook een keer meegemaakt dat ik zo psychotisch werd. Ik begon te rennen over de snelweg heen. Ik ben er aan het wakker geworden in een telefooncel. Ik zat helemaal onder de dorens. Ik denk net voor de snelweg voor de auto's uitgelopen. Ik beleefde dat. Ik ben pas nadat ik in de zorg terecht kwam, ben ik erachter gekomen van God. Ik heb zelf ook ooit zoiets meegemaakt toen ik anderen erover hoorde vertellen. Dus op het moment van was het gewoon vanzelfsprekend. Ik heb verschillende keren in de gevangenis gezeten. Dit is er ook weer één keer van. Een gevangenisbewaarder. Traditionele tenue. Nieuw-Zutphen is dit. Er stond nog iemand op een gevangene, die heb ik eraf geknipt. Want dan mag natuurlijk niet meer de privacy. Ik denk, hem laat ik gewoon staan. Als ik in de gevangenis terecht kwam, meestal tegen die tijd dat ik daar aankwam, was ik geestelijk en lichamelijk een wrak. Gebruikte veel drugs, dronk veel. Van de ene relatie in de andere. Ik deed dingen die criminele ontladingen. Ik zat met een bepaalde onrust in mijn lichaam die ik niet kwijt kon. In die gevangenis, als ik binnenkwam, die kende ik die structuur als geen ander. En wat justitie bood, die structuur, dat was eigenlijk voor mij wel een houvast. Ik kwam daar binnen en je zag mijn ziende ogen opknappen. Op een gegeven ogenblik had ik er net een straf op zitten van 1,5 jaar. Ik kwam buiten. Een nichtje van mij, die wilde een opleiding gaan volgen als verloskundige. In mijn familie was er al een hele andere richting als wat de meesten deden. Toen vroeg ze mij, zou je mij af kunnen zetten? Er is een verpleegkundige die geeft bijles. Ik heb dat gedaan, toen deed die verpleegkundige deed open. Ik keek haar aan en zij keek mij aan en ik werd verliefd. Het waren geen vlinders, het waren vleermuizen, zeg ik altijd. Alles deed zeer van binnen. Dat gevoel kon ik al helemaal niet plaatsen. Wij kregen een relatie. Een intense relatie. Ik zat nog steeds in dat leven. Ik verzweeg dat ook. Want ik wilde eigenlijk diep in mijn hart wilde ik huisje, boompje, beestje. We zijn samen gaan wonen. Ze is zwanger geraakt. Ik kon het leven waar ik in zat niet loslaten. En eigenlijk herhaalde zich hetzelfde in deze relatie als bij de relatie van mijn dochter. Mijn zoon was een enkele maanden oud. En toen zei zij, ik ga met jou stoppen. Toen zijn wij uit elkaar gegaan. En vanaf dat moment was er zoveelste knieval in mijn leven. Toen ging het heel snel. Ik ging meer drugs gebruiken. Op het laatst gebruikte ik 7, 8 gram cocaïne. De onrust was zo heftig aanwezig. Ik werd ernstig agressief. Straks zei ik het al, ik heb een cel gelegen met handen en voeten geboeid. Zo lang met mijn hoofd op de grond geslagen dat ze konden mij niet meer terug. Ik kreeg mijn ogen niet meer open. En iedere keer als er iemand binnenkwam om mijn boeien af te doen, dat
triggerde mij als rode lap. Op de een of andere manier kon ik mijn agressie niet kwijt. Door het drugsgebruik werd ik ook wel wat onzorgvuldiger, agressiever. Wat we niet in de gaten hadden als groep, was dat justitie ons al 2 jaar in de gaten hield. Het net sloot zich. Justitie besloot, wij werden 's nachts gearresteerd met 2. En toen besloot justitie dat de rest ook van de straat moest. Dus wij werden als groep gearresteerd met 7 mensen in Nederland en wij kregen 30 jaar gevangenisstraf. Ik besloot op dat moment te gaan schrijven naar de moeder van mijn zoon, de verpleegkundige. Ze reageerde niet. Ik ben een paar maanden blijven schrijven, ik werd overgeplaatst. Op een gegeven moment besloot ze toch om te komen. Ze kwam naar de gevangenis toe. Ze ging tegenover mij zitten, zat een maatschappelijk werker bij. En ze zei tegen mij, ik wil jou niet terug. Ik wil jou wel ondersteunen als jij een andere weg kiest. Als jij de vader wilt zijn voor je zoon die jij zelf niet gehad hebt, dan wil ik jou daarbij helpen. Ik zei meteen ja, toen zei ze, je denkt er een maand over na. Ik zeg, nou ja, is goed. En toen zei ze, en ik denk dat jij ernstig ziek bent. En zij was de eerste in mijn leven die dat tegen mij zei. Ik denk dat jij ernstig ziek bent. Dat jij psychiatrische problemen hebt en dat je zelf niet eens weet hoe ernstig die zijn. Nou ja, ook dat nam ik voor lief. Ik heb toen besloten naar een verslavingskliniek te gaan van justitie. In overleg met justitie, want ik zat nog steeds in de gevangenis. Ik denk, dan moet ik deze tijd gaan gebruiken om iets van mijn leven te maken. Nu is de kans, nu of nooit. Daar heb ik een langere tijd gezeten en ik vond me eigenlijk nog steeds niet verslaafd. Want de verslaafde was in mijn ogen die man die met die spuiten in zijn arm in de sloot ligt. En wat je daar merkte was dat er ook nog een oordelend iets in zat. Iemand die wiet gebruikt of hash gebruikt. Ja, die wiet van tegenwoordig, maar dat zijn de echte gebruikers. En die wiet gebruiken, die veroordelen de kookgebruiker. En uiteindelijk komen we uit bij die man in de sloot. We zijn allemaal ontkennend. Het heeft een half jaar geduurd, tot ik er toch ook wel achter kwam dat ik ernstig verslaafd was. Ik heb ook afkikverschijnselen gehad. En ik kreeg van de verpleegkundige kreeg ik daar geen medicijnen voor, want die zei, wij hebben niks voor cocaïne. Ja goed, achteraf heb ik toch zware twijfels bij, maar het is zoals het is. Dus in die verslavingsafdeling, op een gegeven ogenblik zat daar een zelfhulpgroep. Daar heb ik ingezeten. Er waren mensen die vertelden daarover en die waren veel verder in hun proces. Doordat ik hun erover hoorde praten, gingen bij mij van allerlei dingen werken in mijn hoofd. Ik ben daar aangenomen, dus ik ben naar de GGZ gegaan. De Woensel Support, ik werk daar nu. Eens kijken of dat je nou verlaat de gevangenis zonder te betalen en ga richting de forensische zorg. Ik ben daar naartoe gegaan en ik ben daar 10 jaar in behandeling geweest. En ik ben in eerste instantie ben ik daar met een gedwongen kader gekomen. In de tussentijd ben ik naar een beschermde woonvorm gegaan. En dat is goed, want ik was eigenlijk zelf ook zonder dat ik het merkte helemaal gehospitaliseerd. Ik had me eigenlijk ook overgelaten aan het systeem. Ze hebben mij geholpen met binnen die BW identiteitsbewijs aan te vragen. Het was retour, heette dat toen. Dat is wegbezuinigd. Ik vind het echt verschrikkelijk. Want ik kwam er ook achter dat ik niet alleen maar naar de markt durfde. Grote groepen mensen werken paniekerig van. De bus ging ik niet in. Ik liep liever 10 kilometer als dat ik met de bus ging. Die dingen eigenlijk. Ik vond het allemaal benauwend. Daar waar ik vroeger toch... De gewone wereld was voor mij benauwend. Die andere wereld die kende ik als geen ander. Dan zou een ander zeggen dat je dat volhoudt. Dit vond ik veel spannender. Een gewoon leven opbouwen. Was veel spannender. Onbekend. Ik heb daar in die Woensel Support van allerlei therapieën gehad. 6 jaar in behandeling, toen vroeg ik wanneer ik genezen was. Genezen zat er niet in. Ik was hersteld, zei mijn behandelaar. Je kunt er heel erg verdrietig over zijn. Pak je kans, ga de maatschappij in. Heb ik gedaan. Ze hebben een subsidie losgemaakt. Dat is een IRO geweest, individueel reïntegratieovereenkomst. Dat is normaal voor reguliere zorgvragers. Ik was de eerste binnen justitie die dat kreeg. Met die subsidie ben ik met een trajectbegeleider samen een regulier cliëntenbelangenbureau binnengelopen van de GGZ. Ik ben trainingen gaan doen, herstelgericht. Herstellen doe je zelf, werken met eigen ervaring. Ik heb de kans gekregen om daar een opleiding te gaan doen, sociaal-pedagogische opleiding. Die heb ik afgerond. Toen ben ik een interne opleiding gaan doen bij GGZ Breeburg. Bij Zorgbelang als zorgconsulent, stuk maatschappelijk werk. Projectmanagement op de Han Hogeschool. Ik ben docent bij de Rino Groep. Dus ik heb de schade ingehaald. Leren vind ik geweldig. In behandeling en therapie heb ik heel veel van mezelf geleerd. Zonder
professionaliteit en deskundigheid had ik hier niet gestaan, maar niet alles was zaligmakend. Dus daar ben ik ook het gesprek over aangegaan. Ik heb op dat bureau heb ik een vaste baan weten bemachtigen als vrijwilligersbegeleider. Naar de rand ben ik vrijwilligerscoördinator geworden. En toen ben ik eigenlijk met Mattie Timmermans, hij is een kwaliteitsfunctionaris en verpleegkundige binnen de Woensport, ben ik zijnzelfde bureau 5 jaar geleden op gaan zetten. Het is gewoon een inloop. We hebben een werkgroep, de sleutel. Ik heb de naam niet verzonnen in TBS. Hebben de mensen zelf, er worden 8 activiteiten per jaar georganiseerd. Heel mooi bureau, waar mensen dus gewoon zichzelf kunnen zijn. Dus ik zeg altijd, een veilige omgeving binnen de beveiligde omgeving. Alles wat bij ons besproken wordt, wordt niks gerapporteerd. Mensen moeten niet mijn geweten of anderen zijn geweten bezwaren ergens mee dat ik niet meer kan slapen. Of iets over collega's zeggen, dan wordt er gerapporteerd. Onderroepelijk. Binnen de kaders kan er heel veel. Ik ben dus vanuit die reguliere zorgkant, ben ik eigenlijk de TBS-kliniek begonnen met bestormen. Met wat mensen erbij. Ik ben in een werkgroep terechtgekomen met een manager. Een algemeen manager van de Woensdag Support. We zijn over dat bureau begonnen. Toen zijn we over ervaringskundigheid begonnen. Ik heb ook opleidingen tot ervaringskundige gedaan. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk zo, dus al jaren terug weer, ben ik erin gekomen. Ik wilde nog gauw iets laten zien dat ik erheen gaan, want anders haal ik het niet. Want ik wil toch even dat recovery college, vind ik wel belangrijk in de TBS-wereld. Ik vind de hele Woensdag Support, dat is mijn droom. Moet een recovery center worden. Van samenredzaamheid naar zelfredzaamheid. Of eigen redzaamheid, net wat je wil vertellen erover. Het is een basis van een school. Hè, een vorm. Het is onderwijs. Dus cliënten zijn leerlingen, cursisten. Mensen met psychiatrie krijgen nu in de toekomst de volgende voorzieningen. Gewoon in de Forensische Kliniek. Op de afdeling. Hebben werk- en dagbesteding. Hebben vrije tijdsactiviteiten. En ze gaan naar school. Het is een mindsetting, hè? Laten we daar even voor opstellen. Het is gewoon je gaat niks anders doen dan wat je nu doet, maar je gaat het anders bekijken. Je gaat de verantwoordelijkheid terugleggen bij de cliënt. Want nu nemen wij het over en nu kun je zeggen, oké, we gaan een pakket samenstellen. Dit gaat er gebeuren, je hebt er mee voor gekozen, dus dat gaan we ook doen. Ze krijgen van tevoren een intake of een studieadvies. Dus behandeling wordt omgebouwd tot lessen volgen. Wat ik in al mijn opleidingen tegenkwam, is die persoonlijke Die distantie, hè? Die je aan moet nemen. Hè? Terwijl ik meer denk maar vanuit persoonlijke menselijke nabijheid. Ik denk echt, en daar ben ik van overtuigd, maar dat is mijn mening en dat doet er eigenlijk niet toe. Als iemand binnenkomt bij mij, dan kunnen we wel een heel groot dossier hebben liggen en dat zal ook wel. Die man heeft van alles meegemaakt of die vrouw in die andere klinieken, daar hebben we voorgeschiedenis van. Ik denk, misschien is hij bij jou wel anders dan bij de ander. Alles wat wij geleerd hebben op school, en ik heb ook heel wat meegenomen al. Als ik denk dat dat vanzelfsprekend helpend is aan de anderen met een hulpvraag, dan zou dus hulpverlening een kunstje worden. Ik denk altijd, laat die rol even achterwege. Tast maar eens eerst af waar die ander anders in is en wat hij nou uiteindelijk echt nodig heeft. Voordat ik meteen naar overstap op methodieken. Het is toch die ontmoeting die je hebt met mensen. Oké. Okay.